Welkom bij Nu is het Done. Welkom bij Nu is het Done. Mijn naam is Shoshera Hassel en samen met Gio en Dennis vormen wij het mediaplatform waar je sowieso mee moet luisteren. We hebben vandaag een gast, een speciale gast. En het is niemand minder dan Edson Braafheid. Welkom. Welkom, dankjewel. Welkom. Dankjewel dat je tijd hebt gemaakt om met ons te praten, all the way from the States. Ik voel me heel erg special nu, weet je eigenlijk. Laten we gelijk beginnen. Hoe gaat het met je? Hoe was je dag? Hoe was je week tot nu toe? Mijn dag begint sowieso heel vroeg. Ik heb nu een bijna 4 maand oude dochter. Dus ja, sowieso onze nachten die zijn veel korter als daarvoor. En dan hebben we nog een 3-jarige, bijna 4-jarige zoon. Die natuurlijk ook gewoon heel vroeg wakker wordt. Maar natuurlijk zitten we in een week waarbij de feestdagen eraan zitten te komen. Dus al een beetje last minute gedoe. En natuurlijk, ik ben nu net weer verhuisd naar Florida vanuit Austin. Dus ook een aantal projectjes die gaande zijn in de woning en dat soort dingen. Dus het is een ongoing process. Waarbij je elke dag... Ja, absoluut. Dennis, hoe is het met jou? Goed, man. Helaas, we zijn in Florida waar het gewoon zonnig is. Ja, je weet wat Nederland is. Gewoon dark days, maar it's good. We zijn healthy. En mag niet klagen, man. Ja, man, ik heb er zin in, man. Want ja, ik heb veel over jou gehoord, gelezen. Dus ja, ik ben benieuwd naar om je te horen over jou, man. Oh. Dus thanks, man, dat je erbij bent. Okay. Gio, talk to us. Hier ook everything good, busy. Ook hier bezig met verhuizen. Dus ik ben net terug dingen brengen naar schoonmoeders. En toch daar even opslaan. Dus up and down. Met de kids gaat goed, fam, verder good. Dus ja, ik ben ook happy, man. Happy weer om een big bro te zien. All the way in the States, big man. Dus ja, a lot of questions, man. Die ik altijd al je toch... wel stellen ook, maar daar komen we zo wel op terug. Maar ik ben excited, man. Excited. Leuk. Okay. En met u, Sjur? Goed. Goeie week. Ik ben blij dat het bijna weekend is. Bijna kerst. Ja, alhoewel ik het niet echt ga vieren dit jaar. Doof. Het is op een vrijdag, dus ik ga gewoon lekker uitslapen. Natuurlijk wel lekker eten, maar in verband met de lockdown, et cetera, kan je niet echt heel veel doen. Yep. Dus het wordt voor mij eigenlijk gewoon uitslapen, een beetje eten, ja. Slapen. het is gewoon eigenlijk een vakantiedag voor mij. Want ik heb eigenlijk niet zoveel vrije dagen, dus dit is eigenlijk een vrije dag. Ja. Nope. Maar ja, voor de rest gaat het wel goed. En ik kan niet wachten dat de gym weer open gaat. Want dat vind ik wel een beetje heftig. Mm. Ja. Maar goed. This is what it is. Zullen we gelijk doorgaan? Edson, wil je jezelf voorstellen aan ons? Wie ben je? Wat doe je? Talk to us. Waar zou ik zo braaf uit? Geboren 8 april 1983. Dat klinkt alweer zo lang geleden, maar 37 jaar nu. En ik ben in Suriname geboren. En dan op mijn 6e, in 98, ben ik verhuisd naar Amsterdam. Samen met mijn ouders en mijn broertje toen de tijd. Mijn zusje was er nog niet. Mijn zusje is toen, 7 jaar daarna, is die geboren. Toen ik 12, 13 jaar was. Beetje laatkomertje. Maar goed, eigenlijk vanaf het begin dat ik kon lopen, konden mijn ouders me vertellen dat ik al met de bal bezig was. Na wedstrijden van mijn vader ging kijken, die toen in Suriname actief was. En
toch op een behoorlijk niveau voor Surinaams doen heeft gespeeld. Okay. Ik denk als je voor het Surinaam zelf daar uitkomt, dan, dan is dat het hoogst haalbare in Suriname. Mm-hmm. Dus ik heb het niet van een vreemde, laten we het zo zeggen. Voetbal, mm-hmm. voetbal, hier is sowieso in onze familie. Mm-hmm. En nou goed, mijn eerste club in clubverband was JOS, J-O-S. En dat was toen de tijd nog waar nu Ajax Academy is, zeg maar, de jeugd van Ajax. Dat was toen tegenover FC Bijlmer. Ik weet niet of dat nog steeds daar is. Wij zijn nog steeds, ja. Ja. Was Jos Watergraafs meer? Het is toen Ajax kwam, is het dus naar Watergraafs meer gegaan. En toen hebben ze dus fusion gedaan met Jos Watergraafs meer. Dus zo heet het nu. Ja, Goed, toen de tijd was het nog gewoon Jos. En toen Jos verhuisde, ben ik dus naar Amsterdam gegaan. Dat was tegenover. Van Amsterdam toen naar FC Apeldoorn. En toen een van mijn goede vrienden ontmoet daar. En dat was Jero, jouw broer. Die toen nog een elftal hoger speelde. Maar toch wel al een goede connectie hadden. Omdat ik, zoals ze zeggen, ik was getalenteerd. Dus ik ging een elftal hoger spelen. En toen kwam ik met die big boys te spelen, Regilio O'Neill, Jermain, ik kan zijn achternaam, Doran, Jermain Doran, en Gerald Spier dus. En Gerald ging toen al vrij snel naar FC Utrecht, weet je, dus, en dat was ook dus een hele goede link van FC Apeldoorn, die dus daar al contact had en daar dus meerdere jonge talenten naartoe stuurde. En op een gegeven moment was ik dus ook een van ze. Bij FC Utrecht terechtgekomen en toen ging het eigenlijk heel snel. Na een half jaar kon ik al bij de... Ik was B-junior, na een half jaar kon ik al naar de A-junior. Speelde ik al met de A-junior. Een jaar daarmee gespeeld en toen heette het nog de Shell-competitie. Ik weet niet of je dat kan herinneren, Kio. Het kwam van BB, toch, die highlights. Juist, ik weet niet hoe dat programma heette, maar toen Shell-competitie kwam toen al op televisie. Ja. En dan heb je Ebi Smollerijk, had je Leonardo, die Braziliaan van Feyenoord. Ja. Van Ver, toen ook nog daar speelde. Dus ja, daar speelden we al vrij snel tegen die grote namen. Kort daarna, kijk hoe oud was ik? Ik was bijna 17. Ik was nog 16, tekende ik mijn eerste contract. Dat was dus een vijfjarig contract. 3 jaar met een optie met nog 2. Dus ja, toen is het eigenlijk heel snel gegaan. En daar is het begonnen. En ja, ik denk dat de rest geschiedenis is. Ja. Omtrent, want ik hoor gelijk contract toch? Want jij was heel jong. Had je dan, want nu... Bij mij, ik ben meer met muziek vooral nu bezig, toch? En ja, zoals sport zit in me. En muziek heb je dan ook boys die op jonge leeftijd bijvoorbeeld signen, bijvoorbeeld bij een major label. Nu leg ik die link tussen jou en je toch contract signen bij een voetbalclub. Was dat dan iets dat je misschien alleen met je vader deed? Of met iemand om je omgeving? Of wat je al daar een zaak van neemt? Hoe gaat dat in zijn werk? Want je bent heel jong. Hoe werkt dat? In mijn geval was dat, ging dat heel soepel. Op een gegeven moment was er sprake van al... dat ik dus een contract zou krijgen. En dan ja, dan heb je die zaakwaarnemers die natuurlijk daar ook van op de hoogte zijn. En de eerste die mij toen benaderde was Humphrey Nijmans. Ik weet niet of de naam jullie wat zegt. Nijmans is tegenwoordig ook de zaakwaarnemer nu van Wijnaldum, van Liverpool. Okay. Dat was mijn eerste zaakwaarnemer. Oké. Dus inderdaad, FC Utrecht. Jeugd, je kreeg je contract, je was nog jong. En een gegeven moment, ja, dan gaat het snel, want je speelt tegen dope voetballers, weet je toch? Ik ging altijd met mijn broer mee, of tenminste altijd. Ik ging vaak met mijn broer meekijken naar jullie. En tegen veel toppers hebben jullie gespeeld, man. En sowieso al terug bij Apeldoorn. Het hele team van mijn broer was legendary in mijn ogen. Zou ik bedoelen, want bijna helft van het team ging naar een profclub.
En jij, iets jonger, ging uiteindelijk toen ook naar FC Utrecht. Dus die tijd was echt phenomenal gewoon. Want het was echt dope om te zien hoe jullie gewoon... En vooral de meeste boys kwamen uit de BIMS, kwamen uit Amsterdam Zuidoost. En iedereen deed gewoon zijn ding. Op elke positie was iedereen gewoon nice. Op een gegeven moment dus was je bij Utrecht contract. En dan volgens mij daar maakte je ook je debuut uiteindelijk in het eerste. Hoe was dat gevoel voor jou? Mijn weg naar het eerste, dat was natuurlijk met hoogte en diepe punten. Want ik had mijn 3-jarig contract en op een gegeven moment ging alles vrij snel. Alles ging vrij snel, totdat ik bij het tweede kwam. Want na mijn jaar met de A1 ging vervolgens al gelijk als tweedejaars A, ging ik door naar het tweede. Elftal. En dan is het gewoon fulltime. Ik was toen op een gegeven moment geslaagd voor mijn toen de tijd heette het nog VBO-D-niveau. oftewel MAVO, dat maakte ik ervan om het mooier te Was het eigenlijk ook. Welke school was dat? Dat was OSB. Hoe is iedereen van OSB eigenlijk? Wat gebeurt hier? OSB. Dus inmiddels daarvan geslaagd. En toen op een gegeven moment naar die bij Wiebelstraat is. Hoe heet die toen de tijd? Peter Nieland. Het is een bekende naam. Even kijken, hoe heet het nou ook alweer? School bij Wiebel. Het was geen Europa College. Mij niet, maar ik heb sowieso geen idee. I don't know. Ik hoop niet. Nee, maar dat was dus het vervolg. Maar toen, ik had toen al een contract. Dus... ik was meer in de kantine, tafelvoetbal, eventjes die eerste paar uurtjes, de ochtenduren dat ik daar op school zat, eventjes doorbrengen. En dan was het mijn sporttas pakken en de trein pakken en dan ging ik trainen. Dus die motivatie voor school had ik toen niet meer. Ik had mijn contract al, mijn vader zei van, je gaat op zijn minst je middelbare... diploma halen, weet je, en dan zien we verder. Mijn vader was wel echt altijd iemand die me daarin pushte, weet je, van school is belangrijk, school is het belangrijkste. En als jonge jongen zag ik dat gewoon niet. Weet je. Als ik daarop terugkijk, dan zijn dat een van de dingen waar ik spijt van heb gehad, dat ik op jonge leeftijd daarmee ben gekapt. Spijt waarom? Omdat ik later merkte eigenlijk van, ik mis wat in mijn education. Dus waar ik alles in de praktijk op een gegeven moment achteraan moest, had ik daar al op school mijn voordeel mee kunnen halen door daar al gewoon het een en ander mee te krijgen. Ja. Snap je? Ik moest het op een latere leeftijd, moest ik het zelf gaan ontwikkelen. Ja. En dat zijn hele kleine dingen, weet je, waarbij ik denk van als je iets langer op school was zitten en een kant op was gegaan, dan had dat zijn voordeel gehad. Snap je? Hoe dan ook. Dat zijn nu de discussies die ik heb met mijn... maar 3 jaar ging dus heel snel. Op een gegeven moment kwam ik al een beetje, niet op een zijspoor, maar het ging allemaal vanzelfsprekend. Je krijgt een auto, ik word 18, je rijbewijs wordt betaald, ik krijg een auto, ik krijg een, een tankpasje. Dus tanken was gratis. Je maakt behoorlijk wat geld, weet je, voor mij doen, ik denk als ik bij elkaar meer als mijn ouders verdiende op 18-jarige of 16, 17, 18-jarige leeftijd, dan is dat behoorlijk wat geld. Dus weet je, hoe ging je daarmee om?
ja, achteraf had ik daar beter mee om kunnen gaan. Snap je? Je krijgt gewoon heel veel geld. En op een gegeven moment, ja, iemand die niet bekend is, of die niet, weet je, altijd die optie heeft gehad. Beide ouders van mij, die werkten heel hard, die hadden toen de tijd ook allemaal 2 banen. Snap je? Dus er werd aardig aan de weg getimmerd daar. En ik heb ouders die alles voor over hebben voor hun kinderen. Dus ik kwam niks tekort. Snap je? Mm. Maar ja, weet je, als jonge jongens, dan zie je sommige gasten. En dan denk je van, ja, hey, Airmax hier, Airmax daar. Ja, dat wil ik ook hebben. Toen de tijd was het diesel. Diesel, hoe die andere, die Chippy. Ik weet niet of jullie dat merken. Natuurlijk. Snap je? Dus al die merken, weet je, dat wil je dan ook. Spijkerbroeken met plakketjes erop. En op een gegeven moment was mijn moeder zo creatief dat ze eigen plakketjes ging maken, strijken. En dat ze... oh. Gruwelijk. Snap je? Alleen maar om erbij te horen. Ja. Nou goed, ja, je gaat door die periodes heen. En het was toen zo geregeld dat hè, als jongen, zeg maar, onder 18, dan verdien je gewoon te veel geld, wettelijk gezien. Dus wat doen ze? Dus het was volgens mij, was het 75% dat ze dan op een rekening storten, waar je niet aan kan komen totdat je 18 bent. En dan krijg je die hele... Ja, in één keer. Dus dat was huge, man. Dat was huge. En ja, goed, wat ik net al zeg. Ik denk dat ik daar beter mee om had kunnen gaan. Maar goed, je leert daarvan. Ja, ja, ja. Maar toen kwam ik ook wel weer op een spoor van, ja, alles gaat vanzelfsprekend. Ik dacht van, ja, weet je, het gaat lekker. Je begint uit te gaan. Meisjes beginnen op je pad te komen. Vrouwen en dat soort dingen. Het nachtleven, dus... Je begint daar een beetje een bepaald gevoel voor te krijgen. En dat zag je ook in mijn prestaties. Snap je? Ik begon te laat te komen. Op een gegeven moment was ik iemand die behoorlijk vaak te laat kwam. Op trainingen en dat soort dingen. Zei, ja, dat was gewoon not done. En het ging zo ver dat zij mijn optie niet gingen lichten toen de tijd. Snap je? Het kan met heel veel dingen te maken hebben. Want toen als ik mijn optie gelicht had, dan zou ik gelijk een sprong maken financieel om heel wat te verdienen. Begrijp je? Dus het kan ook zo zijn geweest van, ja, hey, dat willen we niet. Dus we lichten ze optie niet op. Oké, nou goed. Maar het ging zo ver dat op een gegeven moment, ja, weet je, mentaal gezien en discipline en dat soort dingen. Dus het was niet altijd top toen de tijd. Ja. En dat het er naar uitzag dat ik gewoon weg moest bij de club. Dus op een gegeven moment, ja, ik praat met mijn vader, ik zeg van, ja, wat nu? Ik werd toen benaderd door Ajax Amateur. En dat was toen Jong Ajax. Ajax Zaterdag 1 noemden ze het. En toen, ik weet niet of jullie die Marokkaanse speler Jamal Achabar, als een naam wat jullie zegt. Maar hij was toen van Amateur. Toen naar Jong Ajax gegaan, volgens mij. En zelfs toen nog een wedstrijd met het eerste meegedaan. Mm. Maar dat was zeg maar wel op een gegeven moment een optie. Zo kwamen ze ook naar mij toe van, hey, we willen je binnensluizen via amateur. En dan, weet je, door laten stromen naar de professionele kant. Wow. Dus naar de toekomst gegaan. Spullen gepast, maten genomen, alles soort testen gedaan, weet je. Maar op amateurbasis, dus geen geld, geen auto, helemaal niks. Snap je? Dus het was voor mij gewoon van, ja, ik moet gewoon van nul beginnen. Op een gegeven moment, last minute, voor die deadline, kwam Utrecht toch nog weer terug. Zeiden ze van, hey, luister. We willen toch nog dat je blijft, snap je? We hebben al die jaren in je geïnvesteerd en we weten dat je het nog kan, maar je gaat gewoon echt moeten gaan knokken nu. Dus ja. We geven je een minimum salaris. En dat was 750 bruto. Ik mocht mijn auto houden, ik mocht mijn tankpas houden, maar that's it. Geen premies, niks, nada. Mm. En dan moet je nagaan dat ik toen de tijd... rond de 5000 zat. Ai, ai, ai. 5000 terugpakken naar
Dat is een heftige kot. Ja. Is, ja, toch? Het is, maar goed, met mijn vader gesproken, weet je, je zit toch bij een professionele club, weet je, dus de kans daar is toch anders dan dat je bij de amateur zit. Ja, precies. Die kans genomen en pre-season begonnen. 2-3 maanden daarna zat ik bij het eerste. Wauw. En ja, toen is het heel snel gegaan. Dus, mag ik even ertussen? Ja, wat ik bij jou hoor is, als jij gewoon je discipline gewoon aanhoudt, dan ben jij gewoon niet te stoppen. Dat is eigenlijk wat ik in jouw verhaal hoor. Discipline is bij jou gewoon dat ding. Als jij gedisciplineerd bent, ga je to the moon. Ik denk dat dat een algemeen ding is. Ik denk niet dat het alleen bij mij is. Ik denk dat iedereen die zijn focus heeft op iets wat hij of zij wil bereiken. Maar echt de focus is iedereen in staat tot grote dingen. Right. Ja, dus en dat was niet anders bij mij. En ja, op een gegeven moment, je bent dan het survivor. Snap je? Je weet waar je vandaan komt. Je weet waar je naartoe wil. Je weet waar je niet naartoe wil. Dus ja, het is gewoon weer... Toen ik dat seizoen begon, was gewoon echt grinden. En gewoon laten zien wie ik ben en wat ik kan. Ik had weer wat te bewijzen. Ik was weer hongerig, zeg maar. Ja. En daar komt het een beetje op neer, weet je. Dat verloor ik. Nice. Maar... Ja. Hoe waren de mensen om je heen? Gingen ze jou steunen? Of ze gingen ze van, hey, kom even feesten? Of zo. Hoe waren je vriendengroep? Waren ze een groep die jou ging motiveren? Of ze dachten van, hey, we gaan gewoon, chillen. We waren allemaal gewoon yes man. Ja, goed. Tuurlijk heb je gasten. En dit is het gevaar, snap je? Ik wil die gasten nu, want dat waren goede gasten, snap je? En ik wil die gasten nu niet zeg maar gaan blazen en zeggen van ja, weet je, het waren yes mannen, weet je, dus want dat gevoel heb ik niet gehad, begrijp je? Natuurlijk, het is heel lastig om te zeggen van ja, hey, die gasten lopen met me of die wilden, omdat ja, ik zag het niet. Ik ben nooit iemand geweest die mezelf zag op een gegeven moment als ja, oké, dit is wie jij bent en noem maar op. Begrijp je? Ja, ja. Dus de true intentie, de echte intentie van die gasten, weet je, dat kan ik gewoon niet beamen. Ik kan niet ja zeggen of nee zeggen, snap je? Dus dat weet je niet, daar wil ik ook niet vanuit gaan. Maar het was wel gewoon een feit dat mijn eigen keuzes, mijn eigen beslissingen, daar kijk ik naar. Daar heb ik wel controle over. Die waren gewoon niet goed. Ja. Maar zou het wel überhaupt een verschil maken dan als je misschien vrienden hadden die wel misschien ja, iets meer ging pushen? Vind je dat misschien in het begin een verschil zou maken? Of, Absoluut. Absoluut. Weet je, je wilt jezelf wel in de kringen begeven voor mensen die dezelfde doelen hebben of weet je diezelfde honger hebben voor succes of weet je of wat willen bereiken, tuurlijk gaat dat je helpen, snap je? Dus maar nogmaals, ik denk dat het heel belangrijk is en dit is die journey waar ik nu vooral op ben, is dat ik gewoon vooral zelf kijk. Dope. Snap je? Ik moet vooral gewoon ten alle tijden ik moet vooral gewoon ten alle tijden wat goed is voor mij ik maak uiteindelijk die beslissing. Facts. Ja, dus helpt het? Yes, absoluut. Begrijp je? Ja. Maar van de dag ben jij gewoon die soldier die gewoon eigen beslissingen moet maken wat goed is voor jou. Ja, ja, ja. Nee. Echt een lesson voor 2020, man. Responsibility and accountability. Echt. Very much true. Nou goed, om daarop in te haken. Dat is zo waar. Snap je? Responsibility and accountability. Snap je? Als jonge gast
weet je niet überhaupt wat dat is, wat dat inhoudt. Ja. Snap je? Tuurlijk. Mm-hmm. Ik kan niet spreken voor anderen. Ik als jonge gast wist dat niet. Begrijp je? Laat staan. Hoe neem ik verantwoordelijkheid? Ja. Hoe neem ik mijn being accountable for something? Snap je? Hoe doe ik dat? Heel vaak horen we, weet je, die quotes. En het is waar, hè. Het is super waar. Mm-hmm. Het is de waarheid. Zeker. Maar het blijft nog steeds een feit van, hoe doe ik dat? Ja. Dat is echt. En dat is iets wat je soms alleen maar kan leren. Kijk, ik heb mijn ouders gehad. Snap je? Die heb ik nog steeds. En die spraken met me. Mm-hmm. Weet je, van Edson, hey, dit, Edson, dat. Mijn pa, jongen, die Gio kennen vader. Mijn vader, een beetje geschiedenis, mijn vader heeft heeft 8 jaar in de militaire politie gezeten in Suriname. Weet je? Het is dus zo eng dat je dit zegt, want ik dacht gewoon, zeker is deze vader gewoon een gangster, gewoon een gruwelijke, strenge vader. En je zegt het. Het is logisch. Ik hoor het gewoon. Dus mijn pa weet wat discipline is. Mijn pa weet wat responsibility is. Mijn pa weet wat accountability is. Snap je? En hij geeft ons. Hij gaf ons al die lessen tot nu. 37-jarige man heb ik nog steeds. Ik heb met mijn pa. Ja. En mijn lessen nog steeds. Maar het is een feit dat sommige lessen je alleen op de harde manier kan leren. Fact. Snap je? Door er zelf doorheen te gaan en te zien van, hey, no man, dit is waar mijn pa het over had, man. Begrijp je? Dan gaat het lampje branden. Helaas is dat zo. Ja, soms is het gewoon die journey, maar ik vond het wel interessant, man, want het is ook iets dat mensen zeggen van love yourself. Maar ja, als je op een jonge leeftijd zegt van ja, je moet van jezelf houden, je weet het niet. Dus hoe weet je, is easy om te zeggen van ja, je moet van jezelf houden en zo, weet je. Maar uiteindelijk, je moet gewoon door dingen heen en dan pas ga je zelf begrijpen van oh, dus dat bedoelen ze eigenlijk met love yourself of in jouw situatie, accountability en zo, man. Maar ja, it's all part of the journey, man. Dus hey, we're there now. Ja, man. Oké, en dan Beck, wat is prachtig, man. Toch, iedereen is zo met zijn eigen journey bezig en het is experience, toch? Door die experiences die we allemaal meemaken, dan leer je. Weet je toch? Mm-hmm. Sommige mensen die leren dat nooit. Dat kan ook, zou ik bedoelen, of een hele later tijdstip. Ja. Maar ik denk, weet je toch? Voornamelijk door internet, door die awareness sowieso around iedereen, weet je toch? Begint wakker te worden, begint niet toch accountable te worden voor zijn of haar actions, wat alleen maar prachtig is. Maar je moet inderdaad door struggles gaan meestal, door die lessons, noem ik ze, om dan te evolven. Dus het is sowieso dope, wat je net vertelde. En omtrent voetbal weer. Even back naar voetbal, want ik heb veel voetbalquestions ook, toch? Sowieso over die zelfkennis is sowieso weer teruggekomen, maar voetbal. Utrecht, eerste, gaat lekker. En ik was altijd blij als ik, je toch, NOS, ik zie Etta, ai, lekker. Linksback was je toch altijd, of speelde je op een andere positie? Linksback, ja. Linksback, inderdaad. Linksback, Etta doet zijn ding, smooth. Gegeven moment was je daar een paar jaar, toen maakte je volgens mij die switch naar Twente. Mm-hmm. Toch? Hoe was dat? Want vanaf Twente, toen gingen dingen echt volgens mij rollen, toen je die stap maakte naar Twente. Hoe was die periode bij Twente voor jou? Nou goed, het was natuurlijk, ik kwam erbij bij het eerst. Ik maakte mijn debuut in een Europese wedstrijd toen. En op een gegeven moment ook kort daarna, mijn debuut tegen Feyenoord. In Rotterdam, in de Kuip. Nou goed, die eerste wedstrijden, man, dat is natuurlijk, ja, dat is waar je zo hard voor gewerkt hebt. Dat is waar je gedroomd, dat is waar je van droomde. Dus dat was sowieso een super leuke, mooie ervaring, man. Iets waar je zo hard voor gewerkt hebt. En dan kom je op die podium. En dan kan je gewoon je ding doen wat je het liefst doet. Snap je? Dus ik kan het niet beschrijven hoe mooi en goed dat voelt. En heel snel, weet je, manifesteerde ik mij in het elftal. Werd toen op een gegeven moment een basisspeler. En begon ik naam voor mezelf te maken als een,
als een degelijke jonge talenten linksback. Toen in mijn periode, want ik heb om en bij 6,5 jaar bij Utrecht, vanaf het begin tot het einde 6,5 jaar bij Utrecht gespeeld. Op een gegeven moment, contractbesprekingen kwamen toen weer, want ik deed het zo goed en ze wilden mijn contract openbreken, et cetera. Alleen toen de tijd had ik wel zoiets van, misschien is het tijd voor een nieuwe uitdaging, weet je, want ja, je wilt hogerop, je wilt jezelf weer natuurlijk challengen, snap je? En ik had het gevoel dat ik op dat moment, ik wilde gewoon hogerop, ik wilde gewoon naar die top 3. Ajax, Feyenoord, PSV, wilde ik gewoon naartoe. Ja. En ik was er een paar keer, was ik er dichtbij gekomen. Er was contact met Ajax, er was contact met PSV, er was contact met Feyenoord. Maar uiteindelijk kwam het er gewoon niet van, weet je. En ik was gewoon toe aan iets nieuws, zeg maar. Toen in die periode kwam het ook naar buiten van ja, zodra naar buiten kwam van ja, Edson wil niet bijtekenen, ja, dan krijg je iedereen weer tegen. Iedereen die FC Utrecht hard heeft, die keert zich dan de rug naar jou. En dus ja, die periode, toen kwam ik op de tribune terecht. En op een gegeven moment, ik kan me goed herinneren, zat ik een wedstrijd op de tribune en het was kort voordat bekend werd dat... het was al bekend. Dat ik dus in onderhandeling was met FC Twente. En toen op een gegeven moment zeiden ze... Braafheid, NSB. Weet je, je weet hoe ze die liedjes maken. Dus ja, dan word je ermee geconfronteerd, man. En dan, ja, wat doet dat met je? Op dat moment wist ik niet eens wat een NSB was. Ik wist de geschiedenis en na vragen ben ik terug van, ja, verrader. Weet je, gewoon, omdat Twente dus in het oosten zit. Een beetje dicht bij Duitsland. Dus, dat is ook gewoon weer een ervaring. En dan maak je die stap naar Twente, onder Rutte. En in het eerste gesprek gaf hij ook aan van Edson, linksback is top, weet je. Maar ik zie meer in jou. Ik zie meer in jou als een centrale verdediger. Snap je, ondanks je lengte, denk ik dat je qua kracht, talent, sprongkracht, et cetera, het gewoon goed kan invullen, die positie. Een nieuwe challenge, weet je, een positie waar meer verantwoordelijkheid komt. Snap je, waarin je midden van het veld bent en ja, the last man, echt om in de verdediging, zeg maar. Mm-hmm. Daar ook weer, weet je, elke keer weer gewoon... elk jaar ontwikkel ik me. Elk jaar voel ik dat ik beter, sterker word. Presteer ik zodanig dat ik het... dat ik werd geselecteerd voor de Nederlands elftal. Weet je, dus toen dat was echt... the next thing, the next high thing gewoon voor mij op mijn ladder. Dat je ook als droom hebt, man. Om gewoon bij de beste spelers te horen van Nederland. Dat is het hoogste van het hoogste. Dat was een beetje allemaal bij FC Twente, wat toen afspeelde. Want je speelde al met jeugd of jong Oranje, toch? Ja, dat was toen, even kijken, waar zat ik? Ik zat toen volgens mij nog, zat ik bij FC Twente al? Dat is een goeie. Volgens mij zat ik nog bij FC Utrecht. Maar klopt, ik was toen in Portugal. Zat ik toen al bij Jong Oranje. En wij waren toen, het elftal dat toen kampioen werd, Europees kampioen. Was volgens mij na 16 of 20 jaar weer dat we dat bereikten. Dus dat was ook gewoon echt een major ding. Gewoon Europees kampioen van Europa met Jong Oranje. Was dat toen jullie met de Surinaamse vlag gingen, of was dat een ander moment? Dat is het moment daarna. Dat is, dat was het toernooi daarna. De generatie daarna met Babel, Donk. En ik zat toen, in mijn generatie zat ik met Klaas-Jan Huntelaar, Nicky Hofs,
Urbi zat er toen als jonge gast al bij. Oh, wauw, ja. Yeah. Dwight Tindalli. Wie hadden we nog meer? Quincy, of niet? Quincy zat er niet bij. Quincy kwam later, ja. Quincy kwam later. Ja, met die gasten, weet je, een beetje de bekende kijken. Stijn Schaars. Zat Michel Vorm er toen ook al bij? I don't know. Volgens mij, ja. Maar goed, dat was dus de generatie, dat was ja, mijn generatie, zeg maar. En de enige als jonge gast was toen Urbi Emanuelsen, omdat die ja, super talented was toen. Zat die er dus ook al bij. Maar goed, nee, met die Surinaamse vlag, dat was de generatie daarna. Oh, oké. Okay. Oké, dus Nederlands elftal. Maar inderdaad, kijk, je speelde al bij Jong Oranje, of tenminste, je had al ervaring met het Nederlands team bij Jong Oranje. En toen ineens in die big stage, Nederlands elftal. Je weet toch, je komt uit Suma alsnog, je weet toch? Nederlands, live begon in Nederland voor jou. Net zoals ik zeg, live bij mij begon toen ik naar OSB ging, zou ik bedoelen, Big Man Things. Begon bij jou, je weet toch? Die live was gewoon in NL. En het ja. Nederlands elftal, eerste team. Hoe was die eerste keer daar op de pitch, man? Of eerste keer dat je het volkslied hoorde of zo? Was het special? Was het niet special? Was het een normal thing? Ja, man, of course, man. Dat is sowieso. Ja, op dat moment, weet je, dan ben je in een zone, zeg maar. Veel dingen die ik door mijn carrière, veel momenten, die ervaar je niet echt in the moment, zeg maar. Het is meer een zone en dan op een gegeven moment daarna. Kijk, blik je erop terug en dan besef je van, wauw, hey, that's huge. That was massive. Maar in dat moment, ja, dan is dat gewoon, dan ben je gewoon focus van, oké, wat is mijn opdracht? Wat moet ik doen? Tegen wie speel ik? Wat wil de coach van me? En dat soort dingen. Dus, en natuurlijk een heleboel nervositeit, like. Ja. Weet je, zenuwen die door je adrenaline, die dat door je lichaam gaat. Dus daar ben je mee bezig. Ik weet wel, mijn debuut bij Nederlands elftal was Tunesië uit. Coach kwam twee dagen daarvoor, kwam hij naar me toe. Hij zei, Edson, je gaat staan. Welke coach was dat? Van Marwijk. Van Marwijk, nee. Ja, dus je gaat starten en dus ja, dan kan je gewoon lekker voorbereiden op de wedstrijd. Weet je, dus, man. Hoe voelde dat? Toen hij dat tegen je zei. Ja, vanaf dat moment dan ben je in principe... ja, ik weet het niet. Je bent in de wolken, maar ook weer niet. Weet je, want... je bent gewoon zo... Ik was toen echt gewoon zo gefocust op... Hey, don't screw it up. Weet je, do your thing. Speel gewoon je game. Dus heel veel in mijn hoofd al ermee bezig, zeg maar, met die wedstrijd. Om mentaal daarop gewoon voor te bereiden. Ja. Had je, want ja, is toch inderdaad een big step. Had je bijvoorbeeld boys, mentoren, oudere spelers, waarmee je gesprekken had? Of sowieso in voetbal. Zo bij Utrecht of bij Twente, dan in Nederlands elftal. Had je gesprekken of ging toch alles gewoon zelf? Jouw eigen cirkel, jouw kring, waar je gewoon gesprekken mee had? Of had je ook inderdaad mentoren op het veld of buiten het veld? Natuurlijk heb je wel, weet je, in je elftal jongens waarmee je meer optrekt. Waarbij je een iets betere connectie mee hebt, zeg maar, dan anderen. Ik over het algemeen wel was altijd wel een type die met iedereen kon opschieten. En weet je, dus met iedereen wilde opschieten, zodat ik met iedereen ook gewoon echt een band had. In mijn tijd van Utrecht... ja, echt de gasten die mij toen als mentor, zeg maar, luister ik er heel vaak naar. Jean-Paul de Jong. Toen de tijd. En toen, weet je nou, Michael Mols terugkwam natuurlijk, weet je. Vanuit Schotland bij zijn laatste periode bij Utrecht. Weet je, dan luister je gewoon naar alles wat die man te zeggen heeft.
bij Twente, dan was het daar heel snel dat ik niet de oudste was, maar wel al een beetje als 25 jaar al gelijk een beetje in het midden van de groep een bepaalde status heb. Een bepaalde status. Weet je, van ja, aantal gespeelde wedstrijden, je bent basisspeler. Maar ja, dan trok ik op met de oudere jongens als Romano Denneboom en vooral Orlando Engelaar. Hij was echt een beetje de grote broer. En dat, niet alleen dat hij groot is, hij is super lang, maar hij was ook echt gewoon die figuur, zeg maar, in het elftal, weet je. En hij gaf zich over de Eljero Elia, de Arnautovic, de Braafheid, weet je, over die jonge jongens. En hij was daarin ook echt gewoon de grote broer, ja. Oké. Kijk, je vertelde net, je toch, die dream was nummer 1, 2, 3 Nederland, PSV, Ajax, Feyenoord. Helaas vanwege omstandigheden werd het FC Twente. Maar ja, dan wordt het ineens nummer 1 in Duitsland. Snap je? De big Bayern München. Mm-hmm. Tell us about that journey, man. Like, de eerste conversaties. Like, je weet toch wat, nogmaals, die dream was misschien Ajax. Want sinds je ook uit Damsko komt. Maar dan een huge step gewoon naar Bayern München, man. Like, hoe was dat? Ja, om het heel kort te beschrijven, het was gewoon de next step on the ladder. Ja, weer, hè? climbing. De manier waarop het gegaan is ook was dat ik... wat ik zeg, je hebt een stappenplan. Je wilt elke keer omhoog en dan op een gegeven moment weer naar de top van Nederland voordat je naar het buitenland gaat. Die mogelijkheid kwam op een gegeven moment. Ajax kwam wederom. Nou was dat inmiddels de derde keer dat ze toen kwamen. En toen was... hoe heet die nou? Martin Jol was toen trainer. En die wilde mij gewoon hebben. Dus daarmee in gesprek gegaan. En alles zag er gewoon goed uit. En aan het einde van dat seizoen hadden we nog twee kwalificaties. Hadden we nog twee kwalificaties voor Nederland zelf daar. Dus ik zei ook van luister, zodra ik bij Nederland zelf daar kom, dan gaat alles op hold. En dan focus ik me gewoon daarop. En dan was een twee weekse kamp. En dan daarna, dan gaan we dat gewoon weer verder oppakken. Het had voor die kamp in principe gewoon geregeld kunnen zijn. Besprekingen waren, alles was gewoon top. Totdat het contract opgestuurd werd naar mijn toenmalige zaakwaarnemer Siggy Lens. En dingen die we daarvoor besproken hadden, waren niet correct in het contract gezet. Ja. Weet je? Dus, het zijn kleine punten die met financiën altijd groot op kunnen lopen. Snap je? En dat was dan, ja, als ik doorverkocht zou worden, dan krijg ik 10% van de transfersom. Waarbij zij op een gegeven moment, als ik het goed heb, 6% in hadden gezet. Weet je? Dus ja, kleine dingen, maar die wel belangrijk zijn. Het verschil tussen, aan de hand van hoeveel ik verkocht word, krijg je daar 6 of 10% van. dat was niet wat we besproken hadden. Dat was niet waar we overeen waren gekomen. En inmiddels ging ik dus naar het kamp. Dus die gesprekken kwamen op hold. En niet lang daarna, ik zeg in die eerste week, op een gegeven moment ben ik op mijn kamer, ik chill. En ik word gebeld door Louis van Gaal. op mijn kamer, in het Nederlands elftal. Dus kijk, neem ik zeg, hallo, ik zeg, Edson, Louis van Gaal. Ik zeg, goeiedag meneer van Gaal. Ik zeg, hoe is het? Ik zeg, ja, prima. Hij zegt, luister Edson, ik weet dat jij in gesprek bent. Zijn stem, die man is zo speciaal. ik weet dat jij in gesprek bent met Ajax. Maar ik wil jou naar Bayern München halen. Dus die contract naar Ajax, die stap naar Ajax, dat kan je vergeten.
Ja? jij komt gewoon lekker naar Bayern München. Aan het einde van jouw trainingskamp met Nederlands Elftal staat er een ticket en een vliegtuig voor je klaar. En dan vlieg jij naar Duitsland en dan gaan we dat in orde maken. Oké. Zo is het gegaan en ja, de rest is ook geschiedenis naar Bayern gegaan toen niet meer. Ja, voor mij was het ook al van, hey man, drie keer zijn er momenten geweest met Ajax, het is niet gebeurd. En Ajax is mooi. Weet je, ik speelde bij Utrecht, aartsrivalen, noem maar op, weet je. Maar als een jongen van Amsterdam is dat toch gewoon, weet je, de club waar je gewoon gespeeld wil hebben. Ja. Dus drie momenten waarbij ik, waarbij die laatste, ja, in principe door Bayern Munich, als Bayern Munich voor je komt, man, ja, dan weet je, dat is, ze zeggen, die trein komt maar één keer voorbij. Ja. Dus ja, nou goed, dan maak je een keuze of je erop hopt of niet. Ik maakte die keuze om met Bayern verder te gaan. Dus aan het einde van die kamp naar Bayern gevlogen, besprekingen gehad, medische testen. En ik was Bayern speler aan het einde van die dag. Zijn er, het is al zo veel grotere club dan de Twente in de Utrecht. Maar wat zijn echt de differences? Je toch ook sowieso denk ik dat het, ik weet niet als het niveau, ja, niveau, ja, Duitse competitie is, het niveau is hoger dan Nederlandse competitie. Dat sowieso, denk ik hoor. Maar weet je toch, wat waren de eerste differences die je zag? Je toch, misschien het complex, de mensen, ik denk alles werd gelijk geboost. Ook in media misschien, alles omtrent jouw branding ook. Natuurlijk, Bayern is in geschiedenis, hoort dat bij de top 5 clubs van de wereld. Bayern zit in hetzelfde rijtje als een Man United, als een Real Madrid, Barcelona toch? Barcelona, ja, nou goed, Barcelona, snap ik. Ik ben sowieso Barcelona-fan, dus ja. Maar ja, in hetzelfde rijtje zit in de top 5, weet je. En Ajax zit in, ik denk toen de tijd zat het sowieso ook al in de top 10, top 15 misschien. Weet je, want Ajax heeft ook gewoon een hele goede geschiedenis. Maar Bayern is toch wel next level. Weet je, qua naam alleen al, qua titels, qua geschiedenis, qua alles in principe. Kijk, ik heb nooit bij Ajax gespeeld. Ik kan alleen van buitenaf zeg maar zien hoe het er aan toe gaat. Hè? De druk bij Ajax, de druk bij PSV, bij Feyenoord. Snap je? Om als topclub altijd te moeten presteren. Je moet altijd winnen. Snap je? Als je gelijk speelt of verliest, één keer is het al gelijk probleem. Weet je? Bij Bayern was dat niet anders. Zowel meer. Snap je? De druk om daar gewoon... ze noemen zichzelf de recordmeister. Weet je, de recordmeesters in principe. Omdat ze de meeste landstitel gewonnen hebben. Begrijp je? Dus die druk om elk jaar gewoon te moeten winnen, kampioen moeten worden. Ja, dat was gewoon iets wat compleet nieuw was voor mij. Bij FC Twente, bij FC Utrecht, dat is het grootste verschil geweest. Ja, dan tegen de top 3 mocht je... Ja, als je wint, dat waren extra punten. Dat waren... hoe noemen ze dat? Ja, extra punten, weet je. En die wedstrijden mocht je gewoon verliezen. Als je een wedstrijd daar 3 keer achter elkaar verliest, is niet goed. Weet je. Maar het is oké, omdat je subtopper bent. Ja. Snap je? Nu ben je de top van de competitie.
waarbij het perspectief compleet verandert. Je moet winnen. Je mag niet gelijk spelen, je mag niet verliezen. Je moet winnen. Dat is een ander soort druk. Nee. Dat is het grootste verschil waar ik vandaan kwam. Oké. Je carrière, man, is zo prachtig. Zo mooi, zoveel dingen gezien. Ik kan uren doorgaan op trend. Je weet toch, voetbal, de clubs. Maar je weet toch, ik wil even ook een switch maken nu. Die story van jou is amazing. Je weet toch, je hebt veel gezien. Veel meegemaakt. En last week of twee weken geleden was er ook weer een geval omtrent racisme op het veld bij PSG Champions League wedstrijd. Waar ze volgens mij eerste helft al, of in de rust, waar ze gestopt. Vanwege de video official die N-word schreeuwde tegen een trainer, volgens mij. Ja, tegen de trainer. Dus de wedstrijd gestaakt. Dus mijn vragen nu aan jou. Kijk, je hebt veel gezien. Je bent in veel landen geweest. Nederland, Duitsland, Schotland, Italië. En inderdaad, die is perspectief van mij met Italië is nog steeds... Dat er daar misschien veel gevallen met racisme nog steeds zijn. Misschien is dat niet zo. Misschien kan je me daarin corrigeren. I don't know. Maar die perspectief heb ik. Heb jij in jouw voetbalcarrière, je bent nog steeds met voetbal bezig, heb jij misschien dingen meegemaakt omtrent racisme? Kan je iets belichten misschien? Of misschien helemaal niet? I don't know. Ja, nou goed. Het is simpel. I'm a black man. Weet je, dus of ik nou voetballer ben of in de voetbalwereld begeef, racisme is er. Snap je? En het is niet anders dan in de voetbalwereld. Het is een wereldprobleem. Snap je? Dus ook in de voetbalwereld heb je dat. Dan moet ik ook wel zeggen dat, hè, natuurlijk op een gegeven moment, ja, dan ben je een publiek figuur. Dus racisme gaat tot een bepaald punt bij jou. Snap je? Wat ik ervaren heb. Maar ik heb het absoluut ervaren. Ik heb het in Nederland ervaren. Ik heb het in Duitsland ervaren. Ik heb het in Italië ervaren. En in Italië, om jouw perspectief daarin misschien te vergroten of te verkleinen, heb ik het niet direct naar mij toe ervaren. Snap je? Hoe ik het ervaren heb, is dat ik bij een team speelde die hier en daar wel eens geluiden maakte. Snap je? En dan was het bedoeld voor de team tegen wie wij speelden, die dus donkere spelers had. Snap je? Maar ja, niet omdat ik in je team ben, dan ben ik niet, hoor ik niet bij die groep. Ja. Begrijp je? Want ik ben en blijf een black man. Dus, en ik moet zeggen, like, in Italië, op straat en dat soort dingen, never. Okay. Never. In Rome, nooit meegemaakt. Snap je? Integendeel. Maar nogmaals, men wist in Rome wie ik was. Ja. Weet je, dus dan ben je die Edson de voetballer. En dan wordt er toch anders naar je gekeken. Ja. Weet je, ondanks ik een black man ben, wordt het toch, ja. Weet je, dus het had meer met te maken met de titel wat ik vertegenwoordigde, ja, dan echt being a black man. Begrijp je? Want in Italië, in Rome, heb ik alleen maar liefde en respect gekregen van de supporters, van mensen op straat, als ik in de winkels kwam, weet je. Dus bijvoorbeeld in Duitsland was het weer anders. In het begin, weet je, kwam ik daar en dan wordt hotel voor je geregeld in Maximilianstraat. En dan moet je nagaan, dat is de PC hoofdstraat van München. En dan dat letterlijk 4 keer zo groot is, 4 keer zo wijd, zo breed is. Is letterlijk gewoon de A4. Kan je die, weet je, de snelweg A4, zo breed is die straat gewoon. En dan, nou goed, had ik een beetje vrije tijd en dan ga ik eventjes wandelen en dan wil ik Louis Vuitton inlopen. En dan heb je die,
die security of deurman, op het moment dat ik binnen wil lopen, die gewoon die deur voor me blokt. Wauw. Dus dat was in mijn eerste week, dat ik bij Bayern tekende. En ik zeg van, hey, what's up? Kan ik naar binnen? Are you guys close? What's going on? En die man was gewoon van, nee, je komt niet binnen. Yeah. Snap je? Okay, cool. 2 weken daarna, op een gegeven moment, mijn gezichtjes hier en daar te zien en noem maar op, snap je? Dus 2 weken daarna liep ik langs, ik zag, hij staat er niet, dus ik ga naar binnen. Op een gegeven moment zag ik hem rondlopen, die security gast. Dus ik zeg, een van die medewerkers kwam naar me toe, hey, kan ik u helpen? Ik zeg van, ja, ik wil je store manager even spreken. Store manager komt en die zag mij, die... Dit is, ja goed, misschien ben ik dan naïef, zeg maar. Maar die zag mij en die zegt, oh, Mr. Bravit, how are you? Nice to welcome that you finally come into a store. And nice to have you. We can take you into a private room and help you with whatever you need. Ik zeg, well, first of all, the security guy, 2 weeks ago I came and he blocked my entrance. I was not allowed to come in. What's up with that? Oh, is that right? Thank you for mentioning that. We'll take care of it. Of ze nou wat ermee gedaan hebben of niet, weet je, ik heb me daar ook niet meer mee bezig gehouden. Maar goed, dat was mijn allereerste ervaring in Duitsland. Weet je, dus. En zo in Nederland heb ik tal momenten, weet je, veel momenten ervaren. Ik zeg van, hey, ja. Snap je? En dit is een gevoelig onderwerp, omdat er worden heel vaak grapjes gemaakt, weet je? En heel veel dingen worden gezegd onder het mom van, ach man, wees niet zo serieus, weet je? Ach, je weet toch dat het een grapje is, snap je? Maar het zijn gewoon geen leuke grappen. Het zijn gewoon geen fijne grappen. De ondertoon waarmee bepaalde dingen worden gezegd. En dat is het vervelende in deze situatie. Omdat heel veel mensen dat van die andere huidskleur hebben, die voelen dat niet. Weet je, die begrijpen dat niet. Snap je? En dat is het stukje van, hoe zeg je dat? In andermans schoenen kunnen staan. Weet je? En erover nadenken van, hey, hoe zal het zijn als iemand het grapje met mij had uitgehaald? Of iets in die zin naar mij had gezegd. Snap je? Als iemand met een donkere huidskleur. Veel mensen kunnen dat gewoon niet. Omdat, ja, ze dat niet slecht bedoeld. Ja. Maar gewoon het vermogen gewoon niet hebben. Ze bezitten dat gewoon niet. Nee. Snap je? Er is een speciaal woord voor. Ik niet op kan komen. Je moet een empathisch vermogen hebben om dat te kunnen doen, toch? Shit. Ja. Yeah. Dus ja, dat is vooral een ding wat ik denk in de communicatie vooral ook gewoon, weet je. En ja, elk mens is anders, weet je. Mensen met een donkere huidskleur, die zijn gewoon gevoeliger vanwege de geschiedenis. We komen er niet onderuit, weet je. Dat is gewoon een feit. En ik denk dat je daarin... in mijn mening, ja, meer empathie vermogen, meer, weet je, moet denken van, oké, hey, dat kan inderdaad gewoon gevoelig zijn. Laten we daar rekening mee houden. Ja. Snap je? Aan de andere kant, racisme is iets wat er altijd is geweest. Het is iets waarin ik mij aan het verdiepen ben. Okay. Weet je? Want je moet nagaan, wij als donkere mensen die kunnen iets heel snel ervaren als racisme, terwijl het gewoon niet racisme is. Snap je? En dit is iets waarbij ik denk dat wij ons zeker in moeten ontwikkelen. En educaten in de sens van, hey, als ik naar mijn werk ga as a black man
en ik kom te laat, dan ben je gewoon verdomme te laat. En als je baas de keer gaat tegen jou, dan moet je niet het gevoel hebben, ja, because I'm black. Snap je? Dus dat is nogmaals, per situatie is gewoon zo belangrijk dat je die goed weet te analyseren met de informatie die je hebt. Okay. Maar ook met de waarheid die je hebt. En er is een verschil tussen mijn waarheid, jouw waarheid en de waarheid. Ja. Okay. Snap je? En ik denk dat daarin heel veel, weet je, in die grijze gebieden gebeurt, waarbij mijn interpretatie van racisme nu totaal anders is als jouw interpretatie van racisme. Ja. En heeft dat te maken met de plek waar je nu woont? Want dat is eigenlijk wat ik wilde vragen. Je gaf aan van, als iemand bijvoorbeeld laat komt, een zwarte man, en je weet toch, zijn baas gaat tegen hem tekeer, en hij zegt, oh, is it because I'm a black man? Is dat iets wat in Amerika sterker is dan hier? Of kan je die vergelijking niet maken? Nee, ik denk dat het overal is. Ja. Ik denk niet dat het zozeer met Amerika te maken heeft. Natuurlijk is... In Amerika, everything is bigger. Snap je? Dat is gewoon een gegeven in Amerika. Alles is hier groter. En alles wordt hier vergroot. 10 keer zoveel als ja, de rest van de wereld. Omdat het Amerika is. Snap je? Maar ik heb gesprekken gehad met... mensen van een andere huidskleur en dicht bij huis. Als ik het heb over mijn schoonvader. Weet je, he's a white American guy. Snap je? En de vader van mijn vrouw. Met haar moeder, die van Cubaanse afkomst is. Snap je? Dus uit verschillende hoeken. Weet je, dan heb je die gesprekken. En dan... Het enige wat ik kan doen... is vertellen hoe ik het ervaar en hoe ik het interpreteer, snap je? Maar op zo'n danige manier dat ik zijn perspectief van... we hadden een keer een gesprek laatst, weet je, van... hey, politie rijdt achter me. Word ik gewoon verdomme zenuwachtig met alles wat gaande is, snap je? Ja. Niks is verkeerd aan mijn auto. Mijn auto is eerlijk, ik ben geen crimineel. Het is eerlijk gekocht. Er is niks aan mij wat... verkeerd is. Maar ik ben nog steeds zenuwachtig. Ik ben nog steeds nerveus. Snap je? En dan wordt er een vergelijking gemaakt tussen mijn schoonvader en mijn vrouw, haar oom, zeg maar. Both white dudes, white Americans, right? Yeah, but that's when I drive and police is behind me, I'm scared too. And I'm like... Ja, yeah, oké. Okay. I believe you. I believe. Ik geloof jou dat je bang bent. Snap je? Maar het percentage dat het voor jou dodelijk afloopt, is gewoon feitelijk een stuk kleiner dan voor mij als een zwarte man. Facts. Snap je? Dus ik geloof heus wel dat je bepaalde nervositeit hebt, dat je een bepaalde angst hebt. Snap je? Ik denk, als ik naar mijn angst kijk, snap je? Dit is nogmaals het grijs gebied, snap je? Want ik ga nu voor hem denken, het gevoel hebben dat, oh, mijn angst groter is. En dit is waar de miscommunicatie, oh, mijn angst is groter, dus het is belangrijker, dus ik moet anders behandeld worden. Snap je dat? Ja. Nee, dat is het niet. Het is net als hetgene wat ze nu zeggen. Ja, Black Lives Matter. En dan heb je aan de andere kant All Lives Matter. Dat klopt. Dat klopt, dat All Lives Matter. Alleen, gedurende geschiedenis, wat feitelijk is, wat je terug kan zien, snap je, is dat donkere mensen, zwarte mensen, ik hou niet van het woord zwart, het zijn gewoon donkere mensen met een donkere huidskleur, die toch een ander soort een relatie hebben met politie, bij wijze van spreken. Nou goed, dus het is... Voor mij wil ik mij zodanig mogelijk
ontwikkelen, zodat ik elke situatie juist kan analyseren. En vooral educated ben om te weten hoe ik ermee moet dealen. Okay. Snap je? Dus daar is het meer in. Problemen zijn er, maar ik wil in oplossingen denken. En in oplossingen, dan moet ik mezelf gewoon educaten van oké, als iets gaande is met mijn baas of met wie dan ook, of weet je, dat ik naar de supermarkt ga, dat ik staande word gehouden. Hoe kan ik mij zodanig, hoe zeg je dat, gedragen, behandelen of weet je, elke situatie weer juist aanpakken. Ja. Dan heb ik een vraag. Ja. Although I understand what you're saying, is het niet dat je dan jezelf censureert? Of dat je aan het nuanceren bent? Want je geeft aan, bij elke situatie moet ik niet analyseren, maar ik analyseer even hoe ik dit het beste kan aanpakken. Mm-hmm. Maar 6 van de 10 keer, dan gaan we bijvoorbeeld naar George Floyd, die had geen moment om te analyseren van hoe moet ik staan, hoe moet ik zitten, hoe moet ik bewegen. En toen was het eigenlijk al klaar. Dus denk je, ja, hoe kijk je daarnaar? Want je geeft aan van oké, ik moet het op de juiste manier aanpakken. Maar het feit dat jij al op basis van je huidskleur wordt staande gehouden, achter wordt gereden, is eigenlijk al een foute aanpak. Dus hoe kan jij dat rechtzetten als het al... Snap je wat ik bedoel? Do you know what I'm trying to say? Absoluut. En dat is het probleem, denk ik, wat jaren natuurlijk, al gaande is. En ik denk dat door elke keer gewoon... Ja, naar buiten toe te treden, vooral nu met social media. Eén post en de hele wereld kan meekijken en zijn of haar mening daarover geven. Denk ik wel dat we in de juiste weg zijn om daar verandering in te brengen, snap je? Dit is iets, zeg maar, waar ik, want ik denk er heel veel over na. En dit is iets waar ik, zeg maar, nu ook op een bepaalde mening over heb. Zeg maar. En hopelijk kan ik je daarmee een beetje antwoord geven. Oké. Ik had dus weer een gesprek met die oom. Ik was toen bij hem thuis. En dan met de president die nu nog president is. Maar dus daar verandering in komt volgend jaar. Mm-hmm. En ik stelde hem de vraag. Ik zeg van, oké, denk jij dat Trump racistisch is? Hij moest er even over nadenken. Hij zegt van, uiteindelijk zegt hij nee. Ik zeg, oké. Ik zeg, denk jij dat ik racistisch ben? Hij zegt nee. Ik zeg, ben jij racistisch? Hij zegt nee. Ik zeg, ik ben van mening dat wij allemaal racisten zijn. Ja, waarom? Omdat als mens zijnde, als iemand anders dan jou eruit ziet, of anders is als wie jij bent, snap je? Dan kijk je daar op een andere manier naar. We hebben allemaal wel eens grappen gemaakt over iemand die anders uitziet. Weet je, of het nou een groot persoon is, of een super dun persoon is, of... Hè? Kijk maar die memes, wat nu rondgaat op social media. We maken allemaal grappen over elkaar. Snap je? Okay. Heel vaak zijn het ook racistische grappen. Sorry hoor, want het kunnen racistische grappen zijn, maar... dat is meer een vooroordeel wat mensen hebben. Ze hebben racistisch... Is op een heel ander gebied. Je toch is meer ook van omtrent de power structure die de white people, die de system heeft, omtrent andere bevolkingsgroepen. Het is heel different, maar we hebben in iedereen heeft vooroordelen. Uh-huh. Snap je? Maar ik denk niet dat iedereen racistisch is, want ik kan niet racist zijn. Je toch, want ik heb die power structure niet om dingen te veranderen nog. Snap je? Een racist is niet een
of racisme heeft te maken met power, heeft te maken met het beïnvloeden van dingen, heeft systemen intact. Maar vooroordelen heeft iedereen. Nee, toch zelfs, ik heb vooroordelen soms. En dat probeer ik nu, want dat zijn vooral layers die society op ons hebben geplaatst, toch? Dat zijn die systems die waar we in leven, waarvan ik denk van, hey, nu ook. We zijn allemaal, of tenminste, ik ben vooral aan het nadenken van, hey, als er een thought, een gedachte in mijn hoofd komt van, hey, is dit the right one of not? Je toch, soms een heel, heel klein ding. Wat ik vaak nog steeds mensen zien doen, en dan bijvoorbeeld als we het hebben over de Asian group, toch? Als we het hebben bijvoorbeeld over Asians, is het meestal altijd een Chinees of zo. Hey, die Chinees, dit Chinees, dat. Maar misschien is het de Koreaan, misschien is het de Japaner, zeg maar wat ik bedoel. Dus in mijn mind was ik ben allang toch op die mindset van, no, toch? I'm calling the Asian, because I don't know. En hun hebben ook feelings. Ik geloof best als ik iemand een Chinees zomaar noem, hey, maar I'm Korean, toch? Offending is ook van, hey, vooroordelen, wat praat je? Hetzelfde als iemand mij bijvoorbeeld, ik heb er geen probleem met iemand een Antilliaans, wat meestal zeggen mensen op een Antilliaanse persoon, iemand uit Curaçao lijkt, zeg ik bedoel. Maar het zijn allemaal net het vooroordelen, dus ik weet niet als dat ding echt is van, weet toch, iedereen is een racist. Oké, laten we het woord racist. Wat is, we kunnen het nu even snel op Google of eventjes checken. Wat betekent het woord racist? Of racisme? Well, racisme? Racisme zelf? Dan hebben we het over een seksen, gender, ras. Dat is echt op een systematisch niveau. Dus als je het hebt over racistisch zijn, dan gaan we het echt hebben over machtsposities. Dus dan zou je, als je nu kijkt, ook al is zeg maar de white population is dan wel het minst, but they rule the most. So technically speaking, als ik zou zeggen tegen een wit iemand, ik zeg zomaar wat, jij krijgt die baan niet, in welke posities ben ik om te kunnen doen? Maar andersom, we ervaren het allemaal, is dat wel het geval. Kijk bijvoorbeeld, als jij bent van FC Utrecht naar FC Twente gegaan. Toen mensen daarachter kwamen, noemden ze jou een NSB'er. Like, bruh. Weet je, de disrespect eigenlijk al. Maar nog nooit, als bijvoorbeeld een wit iemand van FC Utrecht naar FC Twente zou gaan, zouden ze dat hebben gezegd. Snap je? Dus er is een heel pijnlijke laag, en ik hoorde het al toen je zei van, ik vind het een heel gevoelig onderwerp, want dat is het ook. Het is een zeer gevoelig onderwerp, waar iedereen natuurlijk zijn eigen mening heeft, which is very good, want zo kunnen we praten, zo kunnen we inderdaad analyseren wat jij ook aangaf. Maar ja, technisch gezien zouden wij eigenlijk geen racisten kunnen zijn. Alhoewel, ik wel geloof dat de power structure is changing. Dus if the power structure is changing, dat betekent dus ook. Dus racisten zijn alleen mensen die in de power, like, op power position zijn, die kunnen bepalen? Niet per se. Niet zo, want dat is natuurlijk letterlijk, maar ik bedoel, hebben jullie wel eens grappen gemaakt over homo's? Hebben jullie wel eens grappen gemaakt over Aziaten? Oh, all Asians look the same. Is dat racistisch of niet? Nee, dat just is discriminerend. Like just like they say, all black people are the same. Oh, you look like this guy. Why? Because I'm black. Is dat racistisch of niet? Ik zou dat niet onder de categorie racisme plaatsen. Ik zou het plaatsen onder de categorie in elk geval onwetend. Very ignorant. En dan misschien een tikkeltje discriminerend. Misschien. Beledigend. Maar ik denk wel dat, kijk, tenminste, wij allemaal zijn op een level dat we weten meer wat het woord racisme betekent. Maar voor iemand die niet op die level zijn, zou ook dat wel als racisme kunnen beschouwen. Snap wat ik bedoel? True. Ja, het ligt eraan van, dus ik, voor mij, het is van een beetje subjectief gebaseerd op met wie je praat, weet je. En, en teruggaan naar ik snap wat Edson probeert te zeggen over racisme, dat we ze allemaal racisme van. Wat ik zie, wat ik onder racisme begrijp, is dat
Er is een groep die marginalized is. En marginalized, je kan marginalized zijn als je tegenover iemand staat die een privilege hebt. We hebben allemaal privileges. Snap je? Dus wij kunnen ook privileges ook gebruiken op een andere manier dat andere mensen gewoon zich marginalized voelen. Het is net als bijvoorbeeld als we voetballen en we zeggen van hey, we zien bijvoorbeeld een white dude zeggen van ja, hij is niet snel, maar je weet toch, white dudes zijn niet snel. Je weet toch. Op dat moment, wij zijn privileged, want we weten van fysiek, we zijn gewoon sterker. Dus hoe wij dat tegenover iemand gaan zeggen, diegene kan het ook beschouwen als racisme, omdat in dat moment we staan op een punt van privilege. En diegene op dat moment marginalized is. Snap je bedoel? Maar als, en dat is wat ik begrijp onder het woord racisme. Maar als je kijkt naar op het niveau van de staten, hoe we met elkaar omgaan, daar komen andere dingen bij kijken. Maar voor me en you, het kan gewoon zijn van, hey, ik ben in een positie van privilege en jij niet. En ik kan daar tegenover jou een racistische commentaar tegenover jou maken. Dat is wat ik begrijp onder racisme. Ja, en nogmaals, ik ben tegelijkertijd ook aan het leren. Nogmaals, alles, weet je, educating yourself. Dan heb ik er nog een vraag, bijvoorbeeld van, in onze eigen ras, weet je, hebben we kleurverschillen, ja. Snap je? Dat lichtere Surinamers, lichtere Antillianen, lichtere Afrikanen, neem je. Light skin jokes, light skin, weet je, wat onder wat valt dat? Op het moment dat die light skin dudes, denigrerend over ons willen gaan praten, over de donkere huidsgekleurde mensen. Kijk, het vervelende in dit voorbeeld is dat dit afstamt van een veel dieper probleem. Ja. We begrijpen dat the black community, we have witnessed, we have experienced slavery, waarin slavenmeesters hun voorkeuren hadden. Ja, op zo'n moment heb je dan een dubbelbloed. En een dubbelbloed wordt gezien als meer. En dat is gewoon letterlijk geïmplementeerd in de zwarte gemeenschap, waardoor je dus colorism gaat krijgen. And that's a deeply rooted situation. En ik ben blij dat ik zeg maar in mijn omgeving begin te zien dat, ja, het is leuk nu. Het is leuk geweest nu, weet je. Het is klaar. Hou er nu mee op. Want het is alleen maar bedding. Het is toxic naar ons toe. But at the end of the day, we are all black. If you're light, dark, purple, we are all black. Maar het voorbeeld wat jij net noemde, dat is een very deeply rooted problem. En het is iets wat ons echt heeft gebroken due to slavery. Yeah. Ik las ook een boek en het was even kijken wat de naam daarvan is. Ik heb het in mijn telefoon. Ik ook een boek dat zeg maar voor slavernij, dat soort dingen, dan had je donkere, we were queens and kings, right? En die hadden ook slaven. Dus waar het probleem is begonnen, is bij onszelf. Kom ik erachter, heb ik gelezen nu. Snap je? En de white people hebben het overgenomen en toen tegen ons gebruikt op een gegeven moment. Snap je? Dat is nogmaals. Dat is, hè, dan ga je helemaal in de geschiedenis en de diepte. Ja. Maar dan weet je. In ieder geval, nu heb ik het gelezen. Ik weet niet of dat de waarheid is. Dan moet ik dan geloven. Weet ik waar het dus vandaan komt. It's not entirely true though. Because je moet begrijpen. Als je praat over een hiërarchische situatie, heb je altijd dienaars. Een dienaar is anders dan iemand die niet mag eten. Die letterlijk wordt gecaged, wordt gekneveld, noem het maar op. Dat was de difference. De difference was, in Afrika was er sprake van een rijkdom, waardoor er een koning was en een dienaar. Dat was de verhouding. Maar de dienaar, die leefde gewoon goed. Als ik nu bijvoorbeeld naar Ghana ga, als voorbeeld, heb je gewoon nog steeds mensen die werken, bij wijze van spreken, in huis, maar op een hele andere
op een heel ander niveau. Ze worden heel erg gerespecteerd. Ze hebben hun eigen huis, noem maar op. But that's their job. It was a job. Maar dit, wat uiteindelijk de witte mensen zijn gekomen, ze hebben het meegenomen, noem het maar op, enslaved, et cetera. That was a whole nother ballgame. En waar we voor moeten uitkijken, is als wij, when we do our research, that we do thorough research. Dus gewoon door blijven lezen, door blijven zoeken. Want nu lijkt het alsof wij slavernij hebben geïntroduceerd. Wel, als je dieper gaat kijken, was dat hiërarchische situatie, die was er altijd al. Er was altijd sprake van rijkdom. En altijd in rijkdom zijn er verschillende lagen. Maar het was nooit zo demonisch, dehumaniserend. Dat was het allemaal niet. Dus wat die witte mensen ervan hebben gemaakt was, ja, dat de rest is geschiedenis, dat weten we allemaal al. Kijk, het is, kijk, en dit is dus, ja, wat moet je nou geloven met wat je leest? En ja, je kan research doen, maar wat is nou de waarheid? Snap je? Want het is ook weer geschreven door mensen. Klopt. Snap je? Dus ja, in hoeverre kan je dat nu weer geloven? Want wat ik dan ook zeg maar daarover heb, is dat the black queens and kings that we had before, they were selling their own people. Mm-hmm. En, nou goed, waar leidt dat dan toe? Kijk, ik denk sowieso dat we moeten blijven lezen, blijven leren, maar vooral jezelf blijven ontwikkelen. Exact. Weet je toch? En de day komt alles terug op... Wat ik net al zei in het begin, hè. Ja, helemaal waar. Ja, maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Door de experiences nogmaals. Door de experiences die je meemaakt. Gesprekken voeren, toch? Gesprekken voeren met elkaar. En je toch, nogmaals, doordat we zo lang in een system hebben geleefd, waar, je toch, vrouwen bashen is populair. Je toch? Making money, no matter the situation, is number one. Weet toch? En dan als ik kijk naar de hip-hop culture. Hip-hop rules the world end of the day, is wat ik bedoel. Hip-hop is culture, hip-hop is life. Snap je? Maar dat wordt allemaal door die system waar we in zitten, zie je de vrouwen, zie je de naakte vrouwen. Zie je zus, zie je murders. Zie je dat soort dingen. Heeft allemaal te maken met geen zelfloof hebben voor jezelf, is wat ik bedoel. Die zelfloof is er niet. Dus wanneer je die zelfloof creëert, toch? Je bent met jezelf bezig. Wat zo mooi was, wat je al in het begin zei. Van, hey, je weet toch, je bent op die journey. Je leert. En ik ga niet kijken naar wat anderen in mijn omgeving, wat zij deden, whatever. Nee. Ik blijf bij mezelf. Dat is denk ik de oplossing voor alles. Maar, niet omtrent racisme en discriminatie, al dat soort dingen. Is allemaal hatred. Toch? Maar als je niet van jezelf houdt, dan gaan die dingen niet verbeteren. Dus het is een long way to go, maar ik zie dat heel veel mensen meer en meer met zichzelf bezig zijn. En niet met buitenstanders bezig zijn. Daar moeten we nogmaals, we moeten zelf dingen creëren. Dat is wat ik bedoel. Zelf dingen creëren, zelf meer van dit soort gesprekken hebben, zodat je weet dat die awareness open gaat. Mensen pakken seats, sommige mensen kunnen niet eens zijn met wat wij hebben gezegd, whatever. Maar ze krijgen seats en dan worden weer andere gesprekken worden gevoerd. Zodoende gaat die awareness, die love level, gaat alleen maar groeien. Want als je love vanuit jezelf hebt, als je geen love hebt in jezelf, dan kan je het ook niet overgeven aan mensen. Dat is wat ik bedoel. Dus het moet vanaf binnen, vanaf jou, en ja, hoe je dat doet, is een proces van jezelf. Ik kan jou niet zeggen hoe jij iets moet doen. Ik kan je alleen maar suggesties geven, of tenminste mijn story geven. Haal iets daaruit wat jij dope vindt, wat jij kan gebruiken voor jezelf, en daarmee aan de haal gaan. Maar het is een, ik zeg het altijd man, het is een long way to go. Dus ik bedoel, nog steeds 2020, dus ik bedoel, is een hectic year geweest voor heel veel mensen. Dus ik bedoel, er zijn heel veel mensen waar we van houden, waar we naar opkeken, die zijn er niet meer. Dus ik bedoel, en dan ook nog de corona situation waar ik een vraag over gesteld had. We zijn alweer langer bezig, maar het is een interesting conversation, snap je bedoel. Ik kan urenlang doorgaan, maar je toch, corona is er, snap je bedoel. De George Floyd situation, alles hoopt op. Dus die hatred, het gegeven moment, die vibration level van mensen gaat dan ook omlaag. Snap je bedoel, als je alleen maar hatred, je ziet murder. In de hip-hop scene, zoveel murder. En als je daar alleen maar mee bezig bent, bro, die love level, alles gaat naar beneden.
Maar door dit soort gesprekken, door je toch met je loved ones in contact te blijven, gesprekken te blijven voeren, zorg gewoon dat die love, bro, love is number one. Love is number one en love gaat uiteindelijk gaat winnen. Dat is mijn mindset. En als ik gewoon nog eventjes erin wil gaan, wat jij zegt van hoe doe je dat? Inderdaad, hoe doen we dat? Door inderdaad met elkaar te praten. Dus als jij iets hebt gelezen, een boek hebt gelezen, share that knowledge with others and let's discuss it. Weet toch? Want dan kan je zien van, hey, wat ik heb gelezen, heb ik het? Oké, dus dit was niet wat ze bedoelden, oh, of dit is wat ik heb geleerd of whatever. En zo, weet toch, you are joining knowledge. En daar word je alleen maar beter van. Je wordt alleen maar beter van op zo'n manier. Dus I can only salute you for doing that. Want heel veel mensen doen dat niet eens. Right. Weet je, veel mensen die gaan op Facebook gebruiken Facebook als een source. No, let's actually read. Weet je, laten we lezen. Ik ben nu een aantal boeken aan het lezen die ook hierover gaan. Ik kan je later een aantal titels geven als je geïnteresseerd bent om te lezen. En hierin wordt dus ook dat, wordt wat jij dus met je oom besproken of met de oom van je vrouw. Van hé. Dat jij wordt aangehouden, is 3 keer minder dan ik. Weet je, in Chicago bijvoorbeeld was 75% dat je in de hood gewoon eerder doodgaat dan een politieagent, bij wijze van spreken. Dus het is gewoon heel heftig als je dit allemaal leest. En dan, het is allemaal statistisch gewoon bewezen. Ja. En met die informatie kan je zoveel doen. Ja. Sluit op. Even een hele andere vibe. Yeah. Omtrent muziek, man. Wat zijn de artiesten, de albums waar jij naar luistert? Luister je nu in Amerika? Luister je misschien nog naar Strana Focus? Of is het anders soort muziek? Wat zijn je vibes daar in de States? Ook daarin is zeg maar een beetje ontwikkeling natuurlijk. Ja, opgegroeid met Surinaams muziek als eerste. Nederlandse hip-hop is natuurlijk heel erg populair nu, waar ik heel veel naar luister en artiesten heb waar ik naar luister. Maar het is allemaal een beetje Surinaams muziek. Hè. Ik hou van Malarouche, ik hou heel erg van Malarouche. Sowieso, shout-out to Larouche. maar qua muziek ben ik ook zeg maar, een beetje een draai aan het maken in mijn keuze. Ik ben nu ongeveer een jaar, nu ben ik steeds meer in het christelijk muziek, zeg maar. De Christian vibe muziek aan het luisteren. Wat meer met mij doet dan eerlijk gezegd al het andere muziek. I feel you. Snap That's je? The vibration we're talking about. Ja, snap je? En... ja, het is onbewust, zeg maar, als ik nu naar mijn zoontje kijk, die sommige muziek, sommige liedjes, weet je, van de rappers nu, mee kan neurien en sommige woorden gewoon mee kan zingen, kan rappen, snap je? Dan denk ik van, hé, want heel veel van die gasten, die... Dat muziek is niet bepaald muziek waar je echt wat van kan leren. Snap je? En ik denk dat wat jij dan ook zegt, Gio, is dat door muziek de culture in een bepaalde... Hoe zeg je dat? We blijven hangen. Weet je? Want we rappen over heel veel, we zingen de teksten die gebruikt worden. Weet je? De muziek. De video's, de muziekvideo's die gemaakt worden, om dus nog te verkopen, dan krijg je nog steeds heel vaak die naakte vrouwen. En weet je waar ze dan over... Er is een heel groot verschil, snap je? Je hebt heel veel rappers die dat niet doen, maar je hebt heel veel rappers die dat dus wel doen. En ik probeer daarin, voor mezelf, een beetje die muur te doorbreken. Want het is natuurlijk, ja... Die beat is lekker en dan op een gegeven moment, dan, bij mij was het eerst heel zo, dan ging ik en dan rapte ik en dan op een gegeven moment ging ik luisteren, meerappen. En dan ging ik echt luisteren naar wat die gasten zeggen en dan denk ik van, hé, no man, hier wil ik niet mee geassocieerd worden. Dit wil ik niet overbrengen aan mijn kids, snap je?
vrouwen die daarin voorbij komen, be dit, be dat, en zo zo. No man, ik heb een vrouw die mij nu ergens, als ik grappen maak, van hé, be. Nee, zo praat je niet tegen me. Ja, ook al is gelijk het vrouw, ook al bedoel ik het niet zo, snap je? Maar het is wel iets waar we nog steeds mee bezig zijn, wat nog in ons systeem zit, snap je? En wanneer ik dan naar mijn christelijke muziek luister en dan ben ik toch wel een fan van Kanye West en die christelijke albums die hij gedropt heeft. Man, het is een andere vibe, man. Okay. Het is een andere vibe waarin ik veel meer terugkrijg. Van veel meer van terugkrijg qua rust, qua peace, qua voor mijn mind meer, mijn focus. Want je hebt het over liefde. Als we het over liefde hebben, dan is het die man daarboven, die creator, snap je? Die alles van bovenaf bestuurt. Maar dat is mijn rustpunt. Doop, man. Dat is mijn rustpunt. Dus ja, ik ben daarmee een bepaalde weg ingeslagen waarin ik steeds meer aan het ontwikkelen ben. En naast... Ik vind dit heel mooi. Ik had niet verwacht. En naast kan je naar wie nog meer luisteren? Naast kan jij? Weet je, Chance the Rapper? Die is een soort eentje die, weet je, met lyrics gewoon heel erg sterk is. Die van vorig jaar. Sorry? Die van vorig jaar, toch? Die album van vorig jaar. Juist, weet je. J. Cole, die ook wel gewoon echt true, weet je, de waarheid rapt. En education, dus, ik zeg niet education, maar educational. Weet je, hij is bezig in de waarheid aan het licht te brengen. Dat soort rappers, daar luister ik dan iets vaker naar. En verder probeer ik me in het Christian music dan verder te ontwikkelen. Want ik heb bijvoorbeeld dat ouderwetse een beetje, weet je, van christelijk muziek. Dat is leuk, hè? En daar heb ik mijn 5 songs. Ben ik old school en dan ga ik gewoon, want dat heb ik dan nodig. Dat heb ik nodig en dan wil ik in een space terechtkomen waarin ik dat het oude muziek zeg maar een beetje nodig heb. Maar als je naar tijd van nu, weet je, met een lekkere beat eronder en dan vooral de teksten en een oplifting en hoe dat liedje opgebouwd wordt, ja, weet je, tot een hoogtepunt en daarna gewoon weer, dat is wat het niet doet voor mij. Wijs je ook naar Kirk Franklin of zo? Sorry? Kirk Franklin, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En Lecrae? Wie is dat? Lecrae. Hij is ook een christelijke rapper. Je moet hem checken, man. Oké. Okay. Ja, hij maakt hij is een goeie. Jij gaat hem doof vinden, man. Hij maakt wel een soort van contemporary hip-hop. Dus echt gewoon met die drill beats en wat dan ook. Maar dan rapt hij echt over God en zo, man. Hij is doof, man. Ja. Checken, Lecrae. Ja, oké. Okay. Ja, graag, man. Als je dat naar me toe kan sturen, ga ik hem zeker even checken. Absoluut. Doop, man. Oké, okay, ik vind het heel doof dat je dit zegt. Het is de eerste keer dat ik iemand hoor zeggen dat ze, niet de christelijke pad op zijn geslagen, maar dat ze wel naar dat soort muziek luisteren. En ik kan me voorstellen dat je inderdaad rust biedt, maar ook focus geeft. Dus ik vind dat heel doof. Echt heel tof. Ik had het niet verwacht. Ik had gewoon niet verwacht dat je dat zou zeggen. Ik had verwacht dat je gewoon een rapartiest zou benoemen of een hip-hop artist. Dus that's very refreshing. Mm-hmm. Dio, wil jij nog iets zeggen? Nee, man. Ik ben nogmaals happy, man. Ik vond het een hele... We zijn bijna klaar. Laatste question komt eraan. Maar ik vond het echt fantastisch. Heel leuk. Zo weer, om je sowieso weer even zo te zien. Ook alweer through the screen. Maar wat ik al zei, energy never dies, man. Dus die lobby gaat er altijd zijn. Die lobby is er. En ik denk dat dit weer een hele toffe episode was. Dus German. Ja, jij mag... Je mag afsluiten voor de laatste. Dennis, wilde jij nog wat zeggen? We hebben sowieso een part 2 nodig, man. Want ik vind zoveel layers, dat weet je wel. We moeten even peelen. Dus we moeten sowieso een part 2 van deze podcast in de toekomst schedulen, man. Want de gesprek ging even diep. Dus, Ja. Ja, nee. ik gaf ook aan Gio toen hij me vroeg. Weet je, om hier aan mee te doen.
Ik denk, en wat je zegt ook, de manier waarop wij kunnen leren is dus vooral in gesprekken gaan met elkaar. Snap je? En ik denk dat we elkaar veel meer kunnen leren dan we denken. En voor mij is het nu, ja, ik ben op een punt in mijn leven waar ik vooral daarin, en het proces naar mezelf, bezig zijn met mezelf, mijn self-love creëren, prioriteiten stellen. Ik heb andere soort prioriteiten nu dan dat ik vroeger had. Maar dat is toch zo lang een onderdeel van mij geweest. Ja, hoe breek ik dat af om dus weer nieuwe prioriteiten te kiezen die nu belangrijk zijn voor mij? Het is een journey. Het is een journey en voor iedereen is die anders. En ik vind het super dope dat ik hier aan mee mocht doen. En met jullie dit mocht sharen. Absoluut. Thanks. Super, super, super soap. Thank you. Dan heb ik gelijk mijn laatste vraag. Ik hoop dat dat, ik weet niet of dat hetzelfde antwoord zal zijn. Als we even terugblikken op 2020. Is er iets wat je hebt meegemaakt, geleerd, ervaren, waarvan je zegt van, nu is het done. Op een positieve of op een negatieve wijze? Ik heb mij voornamelijk veel meer verdiept in mijn geloof. Mijn band met God, zeg maar, die door mijn leven wel altijd een als een rode draad door mijn leven ging. Maar eigenlijk niet wist hoe of wat, snap je? Wat kan ik verwachten van de Heer? En ik denk dat het aan het einde van vorig jaar is begonnen. En gelukkig maar, want hij heeft mij echt door dit jaar heen geholpen. Snap je? Wow. Gesleept. En met alle ervaringen die ik afgelopen jaren natuurlijk meegemaakt heb, heb ik nu, kan ik alles nu een beetje een plekje geven, zeg maar. Snap je? Ik kan terugkijken en ik kan daar wat van leren. Zoals, weet je, en dingen zien die overeenkomen met zoals hij dat zou willen, zeg maar. Begrijp je? In zijn pad, in het pad van Jezus en noem maar op. Dus dat is voor mij absoluut ingegroeid. En misschien zelfs, zeg maar, op een zijpaadje, mijn mental healthness, weet je, dat mentale, wat nu super belangrijk is, helemaal met het jaar wat we nu meegemaakt hebben, snap je, er is weer licht aan het einde van de tunnel, hè? We hopen dat 2021 dus veel beter gaat zijn met de vaccinatie die eraan zit te komen en daarmee hopelijk, ik zie alweer de gezichten die wat komen. Maar ja, hopen dat een beetje richting brengt in deze pandemic. Maar, weet je, terugkijkend op 2020, het is, hè, voor sommige mensen gaat dit heel hard zijn, snap je? En voor sommige mensen, ja, want die hebben veel meer verloren dan wat ik heb verloren. Er zijn heel veel mensen die aan het einde van hun levenspad zijn gekomen. Ik hoop dat die mensen, weet je, daar goed uit zijn gekomen. Maar vooral voor mij, een plek op die ladder weer, zeg maar, mentaal gezien. Ja. Snap je? Ja, hoe ga je om? Je bent heel beperkt. Maar je hebt geen keuze om in die beperkte ruimte wat je hebt, alsnog het beste van te maken. Snap je? En eigenlijk gewoon helemaal weer terug naar de basis. Wat is belangrijk? Wat is nou echt belangrijk? Gezondheid nemen we heel vaak, for granted. Ja. Snap je? En nu zie je dat eigenlijk gezond zijn, de nummer één ding is dat je eigenlijk, als die virus je hit, snap je, dat je nog kan redden, zeg maar.
Yeah. Dus, really back to the basic. Dus dat is echt wat 2020 voor mij gedaan heeft. Ik vind je antwoord heel inspirerend. Nogmaals, van mental health issues, which is very important to discuss in the Black community especially. Tot aan het verdiepen van je band met God. Ik vind het heel erg mooi dat je deze dingen benoemt, want het is geen taboe. Het is normaal om het over spiritualiteit te hebben. Het is normaal en een prioriteit om het over je mental health te hebben. So I salute you. Ik dank je voor je tijd. Ik spreek voor ons allen als ik zeg dat ik het een hele mooie, een zeer diepe gesprek vond. Ik had niet verwacht dat we zo diep de diepte in zouden gaan. So I thank you. En ik wens je heel veel succes in je journey. Naar jezelf, self-love en je mental en everything that you're doing right now. En weet je, stay safe. Heb een fijne, fijne, fijne kerstdagen. Geniet ervan met jou en je familie. En ik hoop dat we binnenkort in de toekomst toch weer een part 2 kunnen hebben. Dat we lekker weer kunnen analyseren en lekker kunnen praten. En dan kan ik even kijken, I can pick your brain. Even kijken wat je nog meer te zeggen hebt. Hey man, nogmaals bedankt voor deze podium. Om met jullie daarin ervaringen te delen. Voor mij, let me know. I'm ready for part 2, man. Let me know. Nice, nice, nice. Thank you, thank you. En iedereen die ook geluisterd heeft, mee heeft gekeken, dankjewel. Fijne feestdagen alvast. Geniet ervan. Be safe. Hey, doe voorzichtig, want je weet toch, politie gaat kijken als je met meer dan 10 man in je woonkamer zit. Have fun, be safe en ik zie jullie volgende week weer. Nu is het done.